Zometeen begint in de Schouwburg de Middag van de Toneeltekst. Deze middag wordt georganiseerd door het Nederlands Theaterfestival, de Tekstsmederij en het Prins Bernhard Cultuurfonds. Het belooft een hele afwisselende middag te worden die volledig in het teken staat van de Nederlandse toneelteksten en hun schrijvers. Er zal worden voorgelezen uit eigen werk, het Theater Tekst Talent Stipendium 2017 zal worden uitgereikt en traditioneel zal de staat van de Nederlandse theatertekst worden uitgesproken. De middag werd geopend door festivaldirecteur Jeffrey Mulman. Er vond een theatrale lezing plaats uit de theatertekst Mijn van Koen Karis, die het Theater Tekst Talent Stipendium 2017 in ontvangst nam. Kees Roorda, Esther Duisker en Rick van der Bos droegen voor uit eigen werk en het Theater Tekst Talent Stipendium 2018 werd toegezegd aan Ellie Schelen. De staat van de Nederlandse theatertekst werd dit jaar uitgesproken door Üsgan Gülpinar. Hij ging in op het gebrek aan herkenning in het Nederlandse theater die hij zelf heeft ervaren en sprak over inclusiviteit. Na een paneldiscussie zette het gesprek zich voort in de foyer en zag ik de kans om even met Koen te spreken. Ik sta hier met Koen Karis en Koen heeft net het Theater Tekst Talent Stipendium 2017 in ontvangst genomen. Gefeliciteerd, Koen. Dankjewel. Superleuk. Hey, jij wist al een jaar dat deze prijs jou toe zou gaan behoren. Ja. Wat heeft het voor jou betekend om deze prijs te winnen? Het is heel erg. Je hebt als toneelschrijver niet zo heel vaak de kans om echt lange tijd een stuk in te duiken. Je moet veel produceren, je moet snel produceren. Je wil ook graag veel produceren, je wil je vak gewoon op zoveel mogelijk plekken uit kunnen oefenen. Maar af en toe is het wel heel lekker dat je gewoon de tijd en de ruimte, ook de financiële ruimte krijgt om echt een onderwerp en een stuk in te duiken. En dit stipendium geeft mij de kans om gewoon heel lang, heel diep dat onderwerp en dat stuk in te duiken. Ja. En dat vind ik echt te gek. Ja, wat een mooie kans. Hey, en jij bent voor dit stipendium aan het werk aan de voorstellingstekst Mijn. Ja. Kan je er iets over vertellen? Ja, Mijn speelt zich af in een voormalig mijnersdorpje. Dat na de sluiting van de mijnindustrie eigenlijk heel erg in armoede is afgegleden. Totdat op een dag daar de postcode loterij valt. Waardoor in één klap de helft van dit noodlijdende dorpje stinkend rijk is geworden. En de andere helft arm blijft. En nou, het laat zich raden dat dat gevolgen heeft. En in dit stuk valt het dorp eigenlijk langzaam in twee delen uiteen. Ja. In rijk versus arm. Theatertekst Talent Stipendium 2018 zal worden uitgereikt aan Ellie Schelen. Ja, klopt. Nu vroeg ik me af, heb jij tips voor Ellie? Van schrijver tot schrijver. Nou is Ellie gelukkig een hele goede schrijfster, dus daar heb ik alle vertrouwen in. Maar mijn tip zou zijn, ga lekker research doen in eerste instantie. Dit is je kans. Dit is je kans om echt, wat ik net al zei, maandenlang dat onderwerp in te duiken. Daar heb je het geld voor, daar heb je de ruimte voor. Grijp die kans. Het is een verdieping voor mijn schrijverschap geweest dat ik die eerste paar maanden echt geen letter op papier hoefde te krijgen. Dat ik gewoon echt helemaal die mijn geschiedenis in kon duiken. En grijp die kans. Je krijgt hem niet vaak in Nederland als schrijver en hij is zo waardevol. Dus, ja. Dus dat zou ik Ellie mee willen geven. Dit was de middag van de toneeltekst. Er is veel gezegd, er is veel gesproken. Er wordt ook nog flink nagediscussieerd in de foyer. En ik denk dat iedereen naar huis gaat met heel veel om over na te denken. De staat van de Nederlandse toneeltekst is na te lezen op de site van het Nederlands Theaterfestival. Ik zou dat iedereen aanraden. Lees hem, er staan heel veel mooie dingen in. Ik ga er weer vandoor. Voor nu, tot later.